Wat was dat? Wie zei hier goedemorgen? Mooi. Ik ben Arie, hoor net als Jan bij PKV Frisia. En ik kom jullie wat vertellen. En wij komen jullie ook dieren op schoot aanbieden. We hebben hier cavia's en we hebben hier konijnen. Dat zijn dieren die haren hebben. Maar we hebben hier ook dieren die veren hebben. Zo. Hand, één hand erachter. We gaan nou even wat kuikens uitdelen. Die komen in een bakje, komen die naar jullie toe. Moet je voorzichtig mee omgaan. Wat zit er in jouw bakje? Een kuikentje. Bij mij ook. Bij mij ook. Bij mij ook. Bij mij ook. En hoe komen jullie aan dat kuikentje? Die manier had ons gegeven. Ik vind deze kuikentjes schattig. En waarom zijn kuikentjes zo schattig? Nou, ze zijn, want ze hebben zo, want ze pieken. En ze zijn zo lief en zo klein. Ja, en je kan ze aaien. Arie? Ja? Hoe verrint een les ontnota? Oh, prima. Zoals elke les, iedere keer. Je bent dus, we zijn afhankelijk van wat de... En hoe ouder ze worden, hoe gerichter je kunt. Maar met de kleine moet je je aanpassen. Ik heb hier 3 lege bakjes. Oh, daar zijn er 2. Er staat er nog een dubbel in. Maar Arie, wat hoop je uiteindelijk met deze les te bereiken? Oh, een beetje belangstelling voor die kleindieren, hè? In de hoop dat er op de duur wat van de jeugd, wanneer ze wat groter zijn, dat ze wat met die kleindieren aan de gang gaan. En dat is echt nodig om ons cultureel erfgoed in stand te houden. Want dit is cultureel erfgoed. Hebben jullie thuis ook dieren? Nee, ik heb niet dieren. Ik heb een kat. Ik heb een hond. Heb jij een hond? En hoe heet jouw hond? Kaya. Je moet Kaya. En ik heb zo'n kat. En ik heb ook een hond. Die heet. Mijn hond heet eigenlijk Tony. En ik heb een kat. Die heet Zinka. Mijn mama heeft een hondje. Die heet Yuki. Succes met je missie. Ja, dankjewel. We doen het graag. Zolang het kan. Ja?